harte welkom allemaal bij de zoveelste bijeenkomst in het kader van het jaar van de ontmoeting. Een jaar waarin we met elkaar proberen de medeburgers uit Gennep met een andere cultuur beter te leren kennen, te ontmoeten en iets over hun cultuur op te steken. U weet er allemaal van en de spreker van vanavond hoef ik bij u eigenlijk ook niet aan te kondigen, want anders was u hier helemaal niet geweest. Maar voordat ik hem het woord geef, wil ik toch ook even naar een andere Frans Timmermans kijken. Pater Frans Timmermans, een van de pater Spiritijnen. Spiritijnen die zijn uitermate betrokken bij het maatschappelijk leven van Gennep. De heer Timmermans ook. Hij heeft als heer oom zijn neef gevraagd om vanavond voor u te komen optreden. Dus Frans Timmermans, de pater. Goed, dat allemaal gezegd zijn, dus zou ik eigenlijk aan Frans Timmermans willen vragen. Goedenavond, dames en heren. Wat bent u met velen? Wat een eer. Ik vind het ontzettend leuk. Vooral mijn eigen provincie en dan ook nog eens een keer op uitnodiging van de originele Frans Timmermans. Ik ben Frans Timmermans 2.0. En hij is van een 1 generatie eerder de oudste broer van mijn vader. En iemand waar ik altijd met veel bewondering naar heb opgekeken. Vroeger moest dat, want hij was de heeroom. En later gaat dat vanzelf als je hem leert kennen. Zijn hele leven in dienst van u en de wereld en de mensheid. En daarom vind ik het heel bijzonder om over dit thema ook te mogen praten vanavond. Ik doe dat in een tijd dat het niet vanzelfsprekend is dat we over de grenzen heen kijken en om elkaar geven en naar elkaar luisteren. We leven in een tijd waarbij het heel verleidelijk is om je op te sluiten in je eigen gelijk en ook heel makkelijk is dankzij de nieuwe technologie, zoals die dingen die we allemaal hebben, om je op te sluiten in een groep met mensen die allemaal hetzelfde vinden, want dat heb je heel gauw in de gaten. En ik denk dat als we niet oppassen, we als samenleving de nobele kunst van het goed met elkaar van mening verschillen aan het verliezen zijn. En als we die kunst verliezen, dan kan onze democratie ook niet meer werken. Want democratie is niks anders dan in een botsing van meningen komen tot afspraken waar iedereen mee kan leven. Waarbij, en daar wil ik straks nog wat meer over zeggen, waarbij de definitie van democratie niet is dat de meerderheid altijd alles bepaalt, maar dat er ook met minderheden rekening wordt gehouden bij het bepalen van standpunten. Ik zeg dat ook omdat in een samenleving zoals onze, die toch heel divers is geworden, het rekening houden met elkaar wat moeilijker is dan vroeger. Omdat je heel veel dingen die vroeger impliciet werden begrepen en we van elkaar wisten, nu veel meer expliciet moet maken. En dat is niet altijd even prettig. Maar dat weet je toch, zeggen we dan. Het is net als in een samenleving waar veel nieuwkomers zijn of mensen die niet op dezelfde manier zijn opgegroeid. Het is net als je mensen uitnodigt om in een voetbalwedstrijd te komen spelen zonder dat je ze de spelregels hebt uitgelegd. En dan maakt iemand de hele tijd hands en zegt, hij stond weer met zijn hand aan de bal, waarom doet hij dat? Omdat hij niet weet dat het hands is. En dan staat iemand letterlijk en figuurlijk buitenspel, omdat hij nooit heeft geleerd wat buitenspel is. En dat is eigenlijk de kern van hoe we in een interculturele samenleving met elkaar zullen moeten leren omgaan, meer dan eerder. Dat vraagt van mensen een enorm aanpassingsvermogen, maar niet alleen van de mensen die nieuw zijn, maar ook van de mensen die er al veel langer zijn. En we hebben daar in Europa moeite mee. Moeite mee in een tijd dat de wereld zo snel verandert dat we het bijna niet meer kunnen bijbenen. In het voorgesprek dat we hadden op het gemeentehuis
vertelde ik dat ik nog niet zo lang geleden in New York een hele avond met Henry Kissinger heb zitten praten. Dat was heel leuk omdat hij over zijn oorlogservaringen kon vertellen. Hij heeft een rol gespeeld. Hij was in Limburg tijdens de bevrijding. Hij heeft ingekwartierd gezeten bij een mijnwerkersgezin in Heerlen. Dat doet mij natuurlijk heel veel deugd. En hij vertelde ook over zijn ervaring in het bezette Duitsland, hoe ze moesten omgaan met het weer vinden van een dialoog. En toen zei hij, ja, ik kwam in conflict met mijn vader, zijn vader een Duitser, gevlucht in 38 uit Duitsland. Mijn vader die vond dat ik te coulant was met de Duitsers. En mijn vader vond, de Duitsers moesten worden gestraft. En toen zei een kistje tegen mij, maar ik dacht, wij als Joden werden in Duitsland alleen nog maar als Joden gezien. En niet meer als individuen en als mens. En hij zegt, het gaat mij niet overkomen dat ik hetzelfde doe in de richting van de Duitsers. Want dan hebben ze alsnog gewonnen. En dat is iets wat ik, daar spreekt toch een hele grote menselijkheid uit. En dan moet je je voorstellen dat iemand dat kan opbrengen op het moment dat net wordt ontdekt wat de Joden allemaal is aangedaan in die tijd. En ik zeg dat ook omdat we als uitgangspunt moeten nemen in het omgaan met elkaar het herkennen van ieder als individu. Met een andere achtergrond, met een andere herkomst, maar tegelijkertijd met rechten die aan dat individu gekoppeld zijn en niet kunnen worden losgekoppeld van dat individu op basis van een categorie. Een Amerikaanse schrijver schreef onlangs over racisme en hij zei, het begrip ras is een uitvloeisel van racisme en niet andersom. Waarmee hij wilde zeggen, biologisch gezien is er maar één ras, dat is het menselijk ras. En we hebben daar later verschillende rassen van gemaakt, omdat wij zelf behoefte hadden om op basis van huidskleur of afkomst onderscheid te maken. Dus in die zin is ras een kind van racisme en niet andersom. En dat vond ik zo'n interessant inzicht. En als we ons aanleren om ieder mens, om het menselijk ras als één ras te zien, heb je dat probleem in ieder geval al voor jezelf onder controle. Maar dat speelt natuurlijk veel meer. En dat zie je nu ook in wat er in de Europese Unie aan de gang is. En ook de uitdagingen die we hebben, waar ik het toch vanavond ook over wil hebben, die te maken hebben met die enorme omwentelingen in onze economie en onze samenleving en hoe we aan het einde komen van de draagkracht van moeder natuur en hoe we daarmee om moeten gaan. Laat ik beginnen met het thema dat veel mensen in Europa bezighoudt, omdat we dagelijks voorbij zien komen in het nieuws. En dat is Brexit. Brexit is het gevolgde keuze van de meerderheid van de Britse bevolking om de Europese Unie te verlaten, is een eindpunt van een proces van decennia, waarbij de definitie, je een plek zoeken in de wereld door een deel van de conservatieve partij in een soort van post-ideologische samenleving, kon je die plek zoeken, hè, door je af te zetten ergens tegen. En waar kon je nou nog tegen afzetten? Niet zo heel veel meer in zo'n, wat ik dan toch een beetje ont-ideologische samenleving noem, maar wel de Europese Unie. Daar kon je altijd goed tegen afzetten. En zeker toen Blair aan de macht was en het verschil tussen links en rechts wat minder duidelijk werd en de conservatieven heel dringend op zoek waren naar een eigen identiteit, hebben ze dat anti-EU, anti-Europa als een soort van politieke identiteit ontdekt. En daar was een deel van de pers ook mee eens en daar is voortdurend op gehamerd. Nou, als je dat maar lang genoeg doet en je zegt dat alle kwalen die er bestaan hun oorsprong vinden in Brussel, dan moet je niet verbaasd zijn dat als je vervolgens 20 jaar later vraagt aan de mensen, en jongens, willen jullie lid zijn van die club, dat dan een groot deel van de mensen zegt, nou nee, want alle kwalen komen er vandaan, dat hebben we onszelf verteld al die jaren, dus waarom vraag je ons nu of we daar lid van willen zijn? Goed, dat is toen gebeurd. Maar ik vind het interessant om met jullie even stil te staan bij wat er vervolgens is gebeurd in die samenleving. Het is bijna zover dat de tegenstelling
tussen mensen die voor Brexit zijn en mensen die er tegen zijn, bijna tribale trekjes krijgt. Je bent of voor het een of voor het ander. En de ander deugt niet. Dus niet de ander heeft andere argumenten die ik niet deel. Nee, hij deugt niet. En onlangs was er een onderzoek waaruit bleek dat de meest toegewijde, om niet te zeggen fanatieke mensen uit beide kampen, begrip hebben indien de tegenstander met geweld wordt bejegend. En dan ga je in de democratie echt een grens over. En ik vind dat het voor ons andere Europeanen interessant is om te bestuderen wat daar is gebeurd. Als je zo'n splijtswam in een samenleving neerlegt, waarbij je mensen dwingt een ja of nee, zwart of wit keuze te maken, en vervolgens die keuze voortdurend weer tot het belangrijkste discussiethema maakt, dan creëer je eigenlijk twee kampen die op een gegeven moment niet eens meer met elkaar in discussie kunnen treden. En dan, dames en heren, heb je volgens mij echt een probleem met de samenleving zoals wij hebben en met de democratie zoals wij die hebben. En daarom is het ook niet vreemd dat het politieke systeem als zodanig nu kraakt in zijn voegen in Groot-Brittannië. Dat is een gevolg van deze, wat ik bijna tribalisering van de politieke tegenstellingen willen noemen. En dat zijn zaken die moeten we zien te overbruggen, want als we dat niet doen, dan worden alle maatschappelijke problemen ingekocht tot één kwestie. En daar is onze maatschappij veel complex voor. Laat dit een les voor ons zijn. Ik weet ook dat in Nederland diegenen die een tijd hebben geroepen, het zou voor Nederland ook beter zijn als we de Europese Unie zouden verlaten, dat groepje steeds kleiner is geworden, want iedereen volgde natuurlijk wat er in Groot-Brittannië gebeurde en zei, dat willen we niet. Maar dat neemt niet weg dat er ook in onze samenleving onderwerpen zouden kunnen zijn die net zozeer tot dit soort fundamentele tegenstellingen en tribale confrontaties aanleiding zouden kunnen geven. En ik denk dat het ons alle taak is om zo'n situatie te voorkomen. Hoe kun je zo'n situatie voorkomen? Is om jezelf te dwingen om ook als iemand opvattingen heeft waar je het fundamenteel mee oneens bent, met die persoon het gesprek nooit uit de weg te gaan of die persoon niet, zeg maar, op morele gronden buiten de discussie te plaatsen. Ik zeg dat ook tegen mezelf, want soms is dat heel erg moeilijk. Als ik geconfronteerd word met mensen die heel nadrukkelijk discriminerende of zelfs racistische opmerkingen plaatsen, heb ik niet de behoefte om meteen met zo iemand in gesprek te gaan. Ik zal een voorbeeld geven van wat mij overkwam op Bevrijdingsdag in mei. Ik was in Groningen op een van de, maakte zo'n tour op bevrijdingsfestivals. En toen kwam een jongen naar me toe die duidelijk geen alcohol, maar wel andere substanties had genoten, waarvan zijn pupillen een zekere omvang vertoonden. En die kwam op mij toe en die zei van, jij wil ons verplaatsen, jij wil ons weg hebben. Hè? Ik zei, hoe bedoel je? Ja, je bent bezig met het plaats laten maken van witte mensen door anderen hier naartoe te brengen. Je bent bezig om geheim plan om ons te vervangen. En zei, joh, kom je erbij? Ja, dat heb ik gelezen, dat is een geheim plan, daar zijn jullie mee bezig. Want zo hou jij je fijne baantje door al die mensen hier naartoe te brengen. En ik dacht van, ja, ik kan nou weglopen, maar ik kan ook het gesprek proberen aan te gaan. En dat was een vrij kort gesprek, maar het was wel illustratief, misschien niet voor hem. Misschien ook minder voor mij, maar wel voor een heleboel mensen eromheen. Want toen zei ik, oké. Jij vindt dus dat we met omvolking bezig zijn, want zo heet dat dan in die kringen, is de term. Ja, dat vind ik. En ik zeg, waar zie je het bewijs? Nou, zegt hij, ga maar een dagje mee naar Amsterdam. Ik zeg, maar waarom dan? Nou, al die mensen met de kleur. Ja, die mensen zijn hier geboren. Hun ouders zijn vaak nog hier geboren. Dat zijn gewoon Amsterdammers. Nee, dat is een project van omvolking. En toen zei ik, nou, laat ik één keer met je meegaan in de redenering. Stel dat er zoiets is. Wat doe je daar dan aan?
ga je dan mensen proberen deel te laten maken? Nee, die mensen moeten weg. Dus je zou die mensen dan uit de samenleving verwijderen. Hij zei ja. Hij zegt, nou dan zijn wij nu met elkaar uitgesproken. Maar de waarde van het gesprek was niet dat wij, hij en ik, niet tot overeenstemming kwamen. De waarde van het gesprek is dat we de moeite hadden genomen om elkaars tegengestelde meningen te horen. Waarbij hij in ieder geval, hoop ik, achteraf misschien nog eens ging nadenken over de ultieme consequentie van zijn redenering. En misschien dan toch eens zou gaan denken als de middelen die hij gebruikt had uitgewerkt waren. Van is dat nou wel een samenleving waarin ik wil leven, waar ik om te kunnen overleven anderen eruit zou moeten verwijderen. En in ieder geval de andere mensen die het gesprek volgden, die dachten van goh, is dat de ultieme consequentie van mensen die geloven in omwolking, dat ze dan denk ik, nou ja, dan moeten die andere mensen maar weg. Het is geen onschuldige discussie. En daar ga ik weer terug in de geschiedenis. Als je kijkt naar de verslagen van de Nuremberger processen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. En je moet je dan, hè, want we vieren toch dit jaar ook hier iets later, een paar maanden later, maar we hebben zojuist in Breda en eerder in Zuid-Limburg ook de bevrijding gevierd. Ik vind het nog steeds bijna niet te beseffen dat een hoogontwikkeld cultureel volk als het Duitse volk in redelijk korte tijd kon worden gebracht tot een situatie waarbij massaal is meegewerkt aan de deportatie van een deel van de bevolking en vervolgens ook de uitroeiing van een deel van de bevolking. Hoe krijg je mensen mentaal in die situatie? En als je dan de verslagen van de Nuremberger processen leest, dan zie je precies hoe het proces is gegaan. Het begint met stap voor stap mensen buiten de samenleving plaatsen. Door stap voor stap te zeggen, wij hebben problemen, maar we weten ook precies wie daar de schuld van is. Het zijn zij. Zij hebben geen vaderland. Zij zijn niet loyaal. Zij geloven niet in familie. Zij zijn geen christenen. Zij zijn niet dit, zij zijn niet dat. Maar ze hebben wel een plan. Gestuurd door internationale financiers. Ze willen de macht overnemen. En dan, dat begint zo. En stap voor stap wordt dat gif steeds dieper in de samenleving en worden de aantijgingen steeds ernstiger. Totdat je een situatie bereikt waarbij het gevoel breed wordt gedragen, het is zij of wij. En dan wordt het verwijderen uit de samenleving van wie anders is, de enige manier om te kunnen overleven en daarmee een rechtvaardiging voor dat gedrag. Want ik doe het. Als ik het niet had, als wij dit niet hadden gedaan, zou de Duitse natie onder zijn gegaan. En ik vind het nog steeds beangstigend om te zien dat in een hoogontwikkelde samenleving als de Duitse in de jaren 30, dit echt in luttele jaren door Hitler en zijn bende in de harten en hoofd van de Duitsers is gegrift. Met alle consequenties van dien. Ik wil dat zo benadrukken omdat ik weet het. Je beroepen op de Tweede Wereldoorlog is in iedere discussie gevaarlijk. Omdat men dan zegt, Godwin, je maakt een vergelijking die niet kan. Dat komt omdat we weten hoe het is afgelopen. En dus alles wat daarvoor is gebeurd, meten we aan de afloop. Maar ik vind het veel interessanter in het geschiedenisonderwijs en in het maatschappelijk debat om het te hebben over hoe het is begonnen. En te vergelijken met wat er aan fenomenen zijn nu in de samenleving, of die gelijkaardig kunnen worden geïnterpreteerd als wat, zoals het toen is begonnen. Daarmee zeg ik niet dat het zo zal aflopen. Maar daar zeg ik mee wel, daarmee loop je als samenleving risico's van confrontatie en van uitsluiting met alle gevolgen van dien. En de Europese Unie, de Europese samenwerking, met alle manco's die eraan zitten, is wel een vorm van antwoord, is tot nu toe, en er zijn vast betere antwoorden, maar tot nu toe het betere, beste antwoord wat Europeanen hebben gevonden
om juist dit soort fenomenen zoveel mogelijk te voorkomen. Hoe dan? Door te zeggen, weet je, we zorgen ervoor dat we van elkaar afhankelijk zijn. Dus dat begon met kolen en staal. Waarom kolen en staal? Je had kolen en staal nodig om wapens te maken. En er was altijd een angst voor herbewapening tussen Frankrijk en Duitsland. Nou, wat was de oplossing? Wij zorgen ervoor dat nog in Frankrijk, nog in Duitsland, men volledige controle heeft over de productie van kolen en staal. Ze weten dus van elkaar precies hoeveel kolen er worden opgegraven, hoeveel staal ervan wordt gemaakt, en weten ze ook of daar wapens van kunnen worden. Dat is het beginsel van de Europese samenwerking. We zijn van elkaar afhankelijk. En dat hebben we steeds verder uitgebouwd. Ik zal daar, tenzij u daarover doorpraat, heel graag, maar ik zal daar nu niet te ver over uitweiden. En dat is goed gegaan, zolang we een optimistische kijk op de toekomst hadden. Want dan is het afhankelijk zijn van een ander die anders is en andere ideeën heeft. Je bent wel van elkaar afhankelijk, dus moet je met elkaar praten om er samen uit te komen. Is als je allemaal een optimistische toekomstverwachting hebt, is dat redelijk makkelijk. Maar nu is in onze samenleving eigenlijk voor het eerst dat een beetje gekanteld. Zo het gevoel, onze kinderen, het is nog maar de vraag of die het net zo goed hebben als wij. Waarschijnlijk wordt het wel wat minder. Als dat het dominante gevoel wordt in een samenleving, dan ga je natuurlijk proberen alles zoveel mogelijk te beperken. Want iedere verandering is een potentiële verslechtering. En dan is iemand die anders is en die iets anders wil dan jij, is dan inherent een bedreiging. En dan begint de Europese samenwerking te haperen. En dat zien we nu gebeuren. En dat is natuurlijk nog sterker geworden door iets wat we deze week vieren, namelijk 30 jaar geleden de val van de muur. Voor mij in mijn leven denk ik de belangrijkste positieve gebeurtenis die Europa overkomen. Een gedeeld Europa als gevolg van de wereldoorlog, waarbij de helft van Europa onder dictatuur leefde. En toen viel de muur. En de vrijheid die wij heel gewoon vonden, kwam ook daar. Maar het einde van de deling heeft ook tot misverstanden over een werkelijkheid. Daar hebben we vandaag nog mee te maken. Wij hebben te makkelijk gedacht in West-Europa. Als die muur valt en ze worden vrij, worden ze allemaal zoals wij. Zij hebben gedacht in Oost-Europa, als die muur valt, staat er overmorgen Mercedes bij mij voor de deur. Beide verwachtingen zijn niet uitgekomen. Het Europa van na de val van de muur is niet West-Europa, maar dan groot. Wij zijn ook veranderd. Onze houding ten opzichte van Europa moest ook veranderen. En wij hebben de houding gehad, dit zijn nieuwe gasten, maar het zijn gasten. Zij hebben de houding gehad, dit is nu ook ons huis, waarom worden wij als gasten behandeld? En dit leidt nog steeds tot misverstanden. Wij moeten eraan wennen, zij zijn niet gasten, zij zijn medebewoners van een veel groter en veel gecompliceerder huis. Daar moeten we aan wennen en daar moeten we ons aan aanpassen. En zij moeten eraan wennen dat dat heel veel hard werk is en inmiddels weten ze dat ook wel en inmiddels is dat op heel veel plekken ook heel succesvol verlopen. Maar de kern van mijn punt hier is, we zullen moeten accepteren dat dat ongedeelde Europa, wat een enorme winst is ten opzichte van het gedeelde Europa, niet het knusse aloude Europa is dat we gewend waren. En je ziet, in Duitsland spreken ze nog wel eens van nostalgie, een beetje nostalgie naar het verleden. Ik houd u voor dat wij in het Westen ontzettend veel last hebben van westalgie. Namelijk, toen alles nog heel zeker was en we precies wisten aan welke kant van de muur de vijand zat en de Amerikanen ons altijd zouden beschermen. Allemaal dingen die niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Dus dat zijn factoren van onzekerheid. Maar nu komt er nog een veel fundamentelere factor van onzekerheid bij. En dat is het feit dat ik denk iedereen wel aan zijn water voelt dat we niet meer zo door kunnen gaan, zeker niet als rijkste deel van de wereld, om de natuurlijke hulpbronnen die eindig zijn op te maken. De aarde begint al aardig boos te worden en te protesteren. De klimaatverandering heeft grote consequenties en dat gaan we ieder jaar weer meer gevolgen van ondervinden. Met het weer dat onvoorspelbaar wordt, wilder wordt, met heel veel consequenties, met woestijnvorming, met stormen, met grote ongelukken, etc. Dus we zullen eraan moeten wennen dat we met meer mensen een schaarste wordende hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen moeten delen. En dat we onze economie en onze samenleving moeten omschakelen
op een duurzame samenleving, zodat we gebruiken wat ook weer vernieuwd kan worden. En dat het niet allemaal opraakt. En dat delen met een veel groter deel van de bevolking. Toen mijn oom naar Afrika ging, in 60, een jaar voordat ik geboren werd. Toen hij naar Afrika ging, toen had Afrika aandeel in de wereldbevolking, ik denk 5-6%. Ik weet het van iets eerder, toen was het 5%. Laten we zeggen 6%. Europa had toen een aandeel in de wereldbevolking van 3-24%. Als ik de leeftijd heb die de originele Frans Timmermans nu heeft, over een kwart eeuw, dan is Europa nog krap 4,5% van de wereldbevolking en Afrika ruim 25% van de wereldbevolking. Dat is alleen maar om even op je in te laten werken wat dit betekent in termen van de verhoudingen in de wereld en de aanspraak die wij zullen maken. En hebben wij dan het recht om tegen de Afrikanen te zeggen, ja, maar wij willen blijven leven zoals wij leven en jullie moeten blijven leven zoals jullie leven, want anders kunnen wij niet meer leven zoals wij leven. We kunnen dat zeggen, maar dan komen ze het vanzelf halen, want ze zijn met genoeg. Dus we hebben er zelf een fundamenteel belang bij om Afrika te helpen een aantal stappen in de economische ontwikkeling die wij hebben doorgemaakt min of meer over te slaan om meteen naar die duurzame samenleving toe te kunnen gaan. En het kan. Technologisch kan het, financieel kan het. De vraag is of we dit politieke wil op kunnen brengen en ook of we genoeg vertrouwen in onszelf hebben om die sprong in de toekomst te maken. Wat gaan wij als commissie, want ik moet natuurlijk ook nog even een sterspotje over ons werk voor de komende jaren aan u voorleggen. Wat gaan wij voorstellen als Europese Commissie om die samenleving te verduurzamen en om de klimaatcrisis aan te pakken? Eigenlijk is het heel erg in lijn met wat in Nederland al allemaal is uitgewerkt. Wat dat betreft, daarom heb ik ook Diederik Samson gevraagd om mijn kabinetschef te worden. Hij heeft daar in Nederland al aan gewerkt, aan die klimaatwet en het klimaatakkoord. Dus hij kan die kennis nu opschalen naar Europa. Wat moet er gebeuren? We moeten ons sneller bevrijden van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Dat kan. Daar zijn maatregelen voor nodig, maar die kunnen we nemen als we het op Europese schaal doen. We moeten een veel eerlijker belastingstelsel. Concreet voorbeeld, ik heb het nog met Menno Snel besproken vandaag. Als u gaat tanken, u vult uw auto met brandstof, dan is, nou wat is het, tegenwoordig 2/3 van wat u betaalt is belasting. Als u de trein neemt, de NS betaalt belasting over de energie die ze gebruiken om die trein te laten rijden. Maar als u het vliegtuig stapt en er wordt enorme hoeveelheden kerosine in dat vliegtuig gepompt, daar wordt geen belasting over betaald. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan ik ook aan iedereen uitleggen. Dat kan niet. Dus door daar belasting op te heffen, krijg je inkomsten waarbij je dus onze samenleving kunt helpen aanpassen aan de nieuwe situatie. En bovendien maak je dan de concurrentiepositie van de trein ook gunstiger. Wat op korte afstanden denk ik ook heel verstandig is, dat dus wat vaker de trein in plaats van het vliegtuig neemt. Moet er wel een trein zijn natuurlijk. Er moet dan ook aan worden gewerkt. Een ander ding wat we kunnen gaan doen in dit vlak is om een prijs op de uitstoot van CO2 te zetten. Dat kan, dat doen we al, dat begint ook steeds meer succesvol te zijn. Dan, als je dat doet en je beprijst de uitstoot, dan dwing je, of dan motiveer je bedrijven om die uitstoot omlaag te brengen. En dan motiveer je bedrijven ook om eerder over te schakelen, zeker energie-intensieve bedrijven, op duurzame energie. En zo kan ik nog een hele lijst van maatregelen noemen. Kern voor mij is echter, het is goed dat Nederland daar het voortouw in neemt, bij de resultaten is Nederland niet het beste jongetje van de klas. Dat wil ik ook nog, want dat was in de discussie deze afgelopen weken heel sterk naar voren gekomen. Zijn het beste jongen? Nee, de resultaten niet. Lopen vaak ook nog, zeker bij de hernieuwbare energie, behoorlijk achter. Maar met de plannen zoals ze er nu liggen, als we die doorvoeren, kan Nederland dat doen. Maar dat heeft alleen maar zin als we het ook op Europese schaal doen. En ik heb van de week met het Nederlands bedrijfsleven heel breed zitten praten. Er is niemand die dat betwist. Iedereen weet dat het dingen zijn die we als Europeanen samen zullen moeten doen. Als we het samen doen, dan kunnen we denk ik ook China overtuigen om mee te doen. Want de uitstoot die wij hebben is maar 9% van de wereldwijde uitstoot. Dat is geen excuus om niks te doen. Maar als je goede maatregelen hebt, kun je ook anderen overtuigen soortgelijke maatregelen te nemen
En dat zal met de Chinezen nog wel gaan, met de Amerikanen onder deze president wordt dat lastig. Maar we kunnen wel met de staten in Amerika samenwerken en ook met steden om ook soortgelijke maatregelen te nemen. Het enige wat ik tegen u wil zeggen, meer in het algemeen daarover is. We zitten in een industriële revolutie, we hebben er 3 gehad, dit is de 4e. Die is nu gecombineerd met een klimaatcrisis en een ecologische crisis. Laten we die 2 veranderingen die fundamenteel zijn, gebruiken om een echte structurele verandering in onze samenleving tot stand te brengen. Ik ga niemand het sprookje voorhouden dat het makkelijk zal zijn. Dat zal zeker niet zo zijn. Ik ga ook niemand vertellen dat we daarvoor geen offers zullen moeten brengen. Maar als we ervoor zorgen dat wat we doen op een eerlijke manier gebeurt, daar zou een overheid voor moeten zijn. Dus dat inderdaad dan ook de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, dat dan ook eerlijk die omschakeling, de last daarvan, eerlijk wordt verdeeld. Dat we bovendien mensen helpen, Europa breed, met bijvoorbeeld hun huizen energiezuinig maken, hun huizen van zonnepanelen et cetera te voorzien. Kan allemaal zonder dat mensen daardoor meer voor energie betalen. Ze gaan zelfs minder voor energie betalen overal, als we dat goed doen. Als we ook een groot programma voor herbebossing in Europa invoeren. Dat we de biodiversiteit redden in Europa die zo onder druk staat, et cetera. En zo kan ik nog uren doorgaan. We kunnen dit aan. Het is niet makkelijk. Het zal af en toe ook wel een beetje pijn doen. Maar ik vind eerlijk gezegd dat als we een pijnloos leven als enige doel zien en daarbij het zicht verliezen op wat we voor onze kinderen en kleinkinderen zouden moeten doen, dan laten we onze eigen generatie in de steek. Ik denk dat we dan ook de vorige generatie enorm tekort doen die dit alles heeft opgebouwd. Maar de ergste die we in de steek laten zijn onze kinderen en kleinkinderen, want zij zullen met de rotzooi zitten. En ik wil dat niet op mijn geweten hebben en ik weet zeker dat u dat ook niet op uw geweten wil hebben. De houding van, het is toch niks meer aan te doen. We gaan allemaal naar de Filistijnen, laat maar gebeuren, we branden het laatste kaarsje nog wel even op, is onverantwoord en onnodig. De houding van, laten we eens kijken hoe we er samen op Europese schaal, laat de wereld schaal, uitkomen, is verstandig en economisch is die ook heel goed. Niet op de korte termijn, wel op de middellange termijn en de lange termijn. Daar komt meer groei door en daar komt een groei door die de natuur ook kan dragen. Goed, tot zover het sterkspotje over wat ik vind aan beleid. Ik hoop dat we nu de discussie kunnen aangaan met de zaal. Ik heb alweer veel te lang gesproken, excuus daarvoor. Maar ik verheug me zeer op uw vragen en ik hoop op een boeiend debat. U had het over duurzame groei. We zitten nu in een economisch bestel gericht op groei. Wat wordt het verschil? Het is economische groei is een product van de groei van de bevolking en groei van de arbeidsproductiviteit. Onze bevolking groeit nog wel, maar licht en in een groot deel van Europa krimpt de bevolking. Dus dan moet je al het economische groeicijfer relativeren. Dat zal dan lager zijn, niet omdat we het zo slecht doen, maar simpelweg omdat we met minder zijn. Die arbeidsproductiviteit, die definiëren we nu heel sterk in bijvoorbeeld hoeveel stuks kun je leveren, in hoeveel tijd en tegen welke kosten. Die arbeidsproductiviteit in de toekomst, in die moderne economie, die gaat anders gedefinieerd worden. Hoe creatief zijn we? Hoe snel kunnen we dingen bij elkaar brengen? Hoe kunnen we zuiniger met middelen omgaan? Want als je daar de eerste in bent om dat te doen, zullen andere delen van de wereld, want dit is onomkoombaar. Hè? Dit is niet iets waarvan je kunt zeggen, als we onze ogen dicht doen en onze vingers in de oren stoppen, gaat het vanzelf weg. Dus als je het zo organiseert dat je als Europa als eerste hier uitkomt, als eerste waterstof kunt gebruiken in plaats van aardgas, als eerste het verkeer helemaal uitstootneutraal hebt te maken, et cetera, is jouw arbeidsproductiviteit per definitie veel hoger, ook in mondiale vergelijking. En dan komt die economische groei daaruit. Maar een economische groei volgens de traditionele definitie, laat de schoorsteen nog maar harder roken, laten we nog maar meer opmaken, laten we nog maar meer verbruiken, die heeft geen toekomst. Wel een economische groei gebaseerd op laten we creatiever zijn, laten we nieuwe oplossingen vinden, laten we dingen bij elkaar brengen die dan door de rest van de wereld worden overgenomen. Daar zit wel heel veel toekomst in. Er is ook een Nederlandse professor, ik wil 1 concreet voorbeeld daarin noemen, Ad van Wijk. Die heeft een briljant plan ontwikkeld wat heel
utopisch lijkt, maar heel goed te doen is. Waarbij hij zegt, we hebben in Nederland een fantastische aardgasnetwerk. Op een gegeven moment is die aardgas op. Maar het netwerk is er nog wel steeds. We kunnen door wind- en zonne-energie kunnen we waterstof maken. Die waterstof kan gewoon door die pijpleidingen. En die waterstof kan de basis zijn voor brandstofcellen en voor andere energievormen. Zodat je die en die is schoon, die heeft als enige uitstoot water. En die pijpleidingen, we kunnen enorme zonneparken aanleggen in Noord-Afrika, waar altijd de zon schijnt. En dan kun je met die energie kun je waterstof maken. En die waterstof kun je dan weer over bestaande pijpleidingen en terminals over de wereld verspreiden. En zo de wereld voorzien van schone energie. Dit is maar één voorbeeld waar je enorme economische productiviteit kunt halen uit creativiteit, in dit geval van professor Ad van Wijk. Ja, meneer Thomas, een heel boeiend verhaal over duurzaamheid en daar staat ook helemaal achter. Alleen ik was in de veronderstelling dat we vanavond gingen praten over migratie- en vluchtelingenproblematiek en de rol die de EU daarin speelt. Want we hebben nu de situatie dat de buitengrens van Europa de meest dodelijke ter wereld is. We hebben een beschamende situatie bijvoorbeeld op Lesbos en Cambodja, wat wij al jarenlang laten gebeuren als Europa. Nederland komt daar afspraken niet na als het gaat over het opvangen van asielzoekers. Wat is de rol die Europa daarin speelt en wat is de rol die Europa zou moeten spelen? Terechte vraag die u stelt en ik ga daar graag op in. Omdat, en ik zal daar ook, wat is de enige manier, gewoon ook heel helder en duidelijk en direct op antwoorden. Een houding van laat iedereen maar naar Europa komen die naar Europa wil komen, blaast onze samenleving binnen 2 jaar op. Een houding waarbij we aan de grenzen, aan de buitengrenzen, niet duidelijk grenzen stellen en zeggen mensen die geen recht hebben op asiel, die komen niet naar Europa, ondergraaft de steun van de bevolking om mensen die wel recht hebben op asiel, ook asiel te geven. Dus op een gegeven moment, als je dat niet, dat onderscheid goed maakt, dan zijn mensen die vluchten voor oorlog en geweld, die zijn ook niet meer welkom in Europa. En we zijn heel dicht bij die situatie. In een aantal Europese landen is het al zover. Dus als we blijvend onze fundamentele waarde van als jij vlucht omdat je anders gedood wordt of gemarteld wordt, dan ben je bij mij welkom. Als we dat fundament in onze Europese cultuur overeind willen houden, dan moeten we ook een beleid kunnen ontwikkelen waarbij we tegen mensen zeggen, ja, jij wil hier wel komen. En dat snap ik wel, want we hebben het rijker dan bij jou, maar dat geeft jou niet het recht op asiel, dus je moet weer terug. En dat is makkelijk gezegd, maar dat is ontzettend moeilijk uitgevoerd en daar hebben we aan de Europese buitengrenzen op dit moment mee te maken. En daar kampt met name Griekenland enorm mee. De situatie op de Griekse eilanden is verschrikkelijk. Er wordt nu wel wat aan gedaan om het te verlichten, maar ik moet u zeggen, ik ben daar heel rechtstreeks bij betrokken geweest in de afgelopen jaren. We hebben aan Europees belastinggeld meer dan 1 miljard euro ter beschikking gesteld van de Griekse overheid. En ik vraag me vaak af, waarom zie ik dat niet vertaald in concrete maatregelen op die eilanden? Laat ze het allemaal aan de lokale mensen over die zich echt als helden hebben gedragen. Het is echt heel, heel frappant dat, hoewel er in iedere samenleving, ook in Griekenland, discriminatie en racisme is, vreemdelingenhaat op die eilanden valt. Ik denk dat er in veel andere situaties onder die omstandigheden dat heel anders zou zijn. Dus mensen hebben zich als helden gedragen, burgemeesters daar nemen een enorme verantwoordelijkheid. Maar ik vind wel dat ze vaak in de steek zijn gelaten door andere overheden. En we hebben met man en macht en met heel veel NGO's geprobeerd daar ook verandering in te brengen. Wij zijn daarin, en dat bedoel ik niet zo noodzakelijkwijs de Europese Commissie, maar wij als Europese samenleving zijn daarin tekortgeschoten. Daarom moet er ook een structurele oplossing voor worden gevonden. Wie zijn degenen die nu daar opduiken? Dat zijn meestal mensen uit landen waar men niet uit vlucht vanwege oorlog of geweld, maar gewoon vanwege de malaise die er is. Veel mensen uit Pakistan, uit Bangladesh, uit Afghanistan, maar meestal niet degenen die uit Afghanistan komen, maar die al heel lang in Iran zitten en nu daar komen. En dat zijn mensen waarvan je weet dat ze waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk,
geen recht hebben op asiel. Maar het asielrecht zegt, iedere aanvraag moet individueel worden getoetst. En moet ook nog eens een keer een beroepsmogelijkheid zijn. En dan krijg je die opstoppingen op die eilanden. De Griekse regering is daar, de nieuwe Griekse regering heeft daar een aantal methodes op gevonden om daar wat aan te doen. Ik kan vandaag niet zeggen of dat gaat werken, omdat het brengen van de mensen van de eilanden naar het vasteland kan ook een enorme aanzuigende werking hebben. En dan heb je echte poppen aan het dansen, dus daar moeten we mee oppassen. Maar ze laten zitten waar ze nu zitten kan ook niet. Ik vind ook met u dat een iets duidelijkere expressie van Europese solidariteit aangebracht zou zijn. Het valt me ook op dat zelfs als er gevraagd wordt, neem dan in ieder geval de niet begeleide kinderen op, dat zelfs dat niet wordt gedaan door andere Europese landen. Nederland is echt niet de slechtste hierin, absoluut niet. Nederland wil een aandeel nemen, maar het mag voor mij ook wel iets ruimhartiger op dit punt, zeg ik heel voorzichtig vanavond. Wij zullen aan dit probleem geen einde kunnen maken zolang we niet goede afspraken kunnen maken met de landen van oorsprong. En die landen van oorsprong moeten ook een interesse, een belang hebben om die afspraken met ons te maken. Dat is in een tijd lang gelukt met Turkije als het ging om de Syrische vluchtelingen. Dat is nog onvoldoende gelukt met die andere landen die ik noemde. En dat is zeker ook nog onvoldoende gelukt met landen in Noord-Afrika. Dus daar zullen we nog heel veel aan moeten werken. Maar ik herhaal ook hoe hard het misschien in uw oren ook mogen klinken. We kunnen geen beleid voeren waarin we zeggen, iedereen die naar Europa wil komen, die is welkom. Zo alleen kunnen we vermijden dat er ongelukken gebeuren op de Middellandse Zee. De enige manier, structurele manier, om te voorkomen dat mensen verdrinken in de Middellandse Zee, is dat ze niet de Middellandse Zee opgaan. Alleen dan kun je dat voorkomen. Door tegen ze te zeggen, kom maar naar Europa, anders verdrink je, zullen er nog steeds veel mensen verdrinken en er zullen veel meer mensen dan willen komen, want er is een enorm reservoir aan mensen die een beter leven in Europa zullen zien. En dan zult u zien dat dit ontwrichtend zal werken op Europese samenlevingen. En dat daar moeten we ook dan wel eerlijk over zijn tegen elkaar, dat we dat niet kunnen laten gebeuren. Dus andere oplossingen zullen moeten vinden. Dankjewel meneer Timmermans voor de hele boeiende lezing. Ik ben ook IPCC-hoofdauteur voor het landbouw- en bosbouwhoofdstuk. Mm-hmm. We breken ons nu het hoofd in het IPCC over hoe krijgen we de emissies naar beneden in het landgebruik, maar ook de sinks, de vastlegging in bossen, hoe versterken we dat? Heel bewonderenswaardig noemt u de herbebossing, maar u weet, binnen de EU zit de competentie voor bos zit bij de landen. En dus dat geeft al een moeilijkheid binnen de EU voor een herbebossingsprogramma, maar misschien kunt u dat, hoe zien de plannen eruit? Hoe gaan we dit concreet aanpakken? Mm-hmm. In de eerste plaats zeg ik dat als ik voor mijn plannen, als ik daarmee succes wil hebben, dan moet ik kunnen rekenen op heel veel publieke steun. Want de ministers gaan alleen maar bewegen als ze zien dat in hun landen de mensen ook willen dat we hier echt iets aan doen. En ik heb gezien met het voorstel dat ik heb gedaan om eenmalig gebruikt plastic te verbieden, dat lukt op het moment dat ministers zien, de bevolking wil dit. Want ik ben weggehoond toen ik ermee begon. En binnen een jaar hadden we het voor elkaar omdat de bevolking het wilde. En ik denk ook dat met het vergroenen, dat is herbebossen, maar ook het vergroenen van steden, dat we daar een Europees programma voor moeten ontwikkelen, dat gefinancierd wordt uit een deel van dat we deel uit de eerste pijler, want u bent expert, dat kan ik tegen u gerust zeggen, van het landbouwbeleid overheven naar de tweede pijler en uit die tweede pijler grote herbebossingsprogramma's financieren, waarbij we wel, dat zult u hopelijk ook met mij eens zijn, de beste expertise in stelling moeten brengen, zodat we niet verkeerd herbebossen, want dat gebeurt ook in sommige Europese landen. De Ieren zijn aan het herbebossen in veengebied, dat is een drama, dat moet je niet doen. Dus we moeten ook de beste kennis van u en andere experts inzetten om dat op een goede manier te doen. En ik zal dus nodig hebben, en dat doe ik ook een beroep op u en anderen, we zullen van die nexus moeten creëren waarbij we de academische wereld, de private sector
en overheden bij elkaar brengen om de best mogelijke plannen te ontwikkelen. En daar waar het mis is gegaan, om dat niet nog een keer te laten gebeuren. Maar we moeten het gemeenschappelijk landbouwbeleid echt nu gaan hervormen. Als we dat niet doen, creëren we weer geen carbon sink. Carbon sink, dat wil zeggen dat je genoeg plantenleven hebt, zodat dat CO2 opneemt. Herbebossing helpt daarbij. Herbebossing helpt ook bij iets wat u niet genoemd hebt, wat ik ook nog wil noemen, bij het bestrijden van het verdwijnen van biodiversiteit. Er is een drama in de wereld aan de gang als het gaat om het verdwijnen van biodiversiteit. En dat is een directe bedreiging voor ons overleven. Zo dramatisch is het. En we hebben volgend jaar een grote conferentie in China om die biodiversiteit te proberen daar wat aan te doen, aan het redden van de biodiversiteit. En dan de wetenschap zegt tegen mij, maximale wat we kunnen bereiken is dat we 10% maar verliezen van onze biodiversiteit in de wereld. Moet u zich op zich in laten werken. Maar van de 8 miljoen verschillende soorten zijn er 6 miljoen bedreigd. Dus we hebben ook op dat punt een belangrijke uitdaging. En een van de methoden om daar iets aan te doen is ook herbebossen en beplanting. Een andere, naar aanleiding van wat u vraagt, een andere vergroening die we moeten doorvoeren is in steden. Waarom? In geen van onze steden en geen van onze landen voldoen we aan de minimumnormen wat betreft van de Wereldgezondheidsorganisatie wat betreft luchtkwaliteit. Er gaan per jaar 400.000 Europeanen vroeger dood dan nodig vanwege slechte luchtkwaliteit. Dat is een stille moordenaar waar de bevolking nog niet echt van bewust is. Behalve in sommige landen waar het ergst is, zoals in Polen. Daar begint de bevolking in opstand te komen. Daar moeten we ook iets aan doen. En herbebossing en vergroening van steden is daar ook een belangrijke bijdrage in. Naast natuurlijk het veranderen van mobiliteit en het elektrificeren van mobiliteit, et cetera. Maar ook daar zal herbebossing een belangrijke en vergroening een belangrijke rol gaan spelen. En u heeft gelijk. Lidstaten hebben daar een bevoegdheid. Lidstaten willen dit op zich wel. En als we dat kunnen cofinancieren vanuit het landbouwbeleid en nationale financiering, dan kunnen we dat laten gebeuren in de komende jaren. Meneer Timmermans, ik wil toch even teruggaan naar de migratieproblemen. Ja, zeker. U zegt, men mag alleen maar komen als echt een werkelijke ramp aan de hand is. Mensen die superarm zijn, hebben een ontzettende ramp. Dus die willen echt hier naartoe komen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat als Afrika nog groter wordt, Azië nog groter wordt, dat we die armoede daar eigenlijk beteugelen? Want dat is het grote probleem. Ja en nee. Ja, er is heel veel armoede. Maar er zijn ook tientallen, honderden miljoenen mensen die zich het afgelopen decennium aan armoede hebben weten te onttrekken. En het frappante is, en dat is allemaal niet altijd even politiek correct wat ik nu zeg, maar het frappante is dat heel veel van de mensen die naar Europa komen juist de mensen zijn die net dat ene stapje uit die bittere armoede hebben weten te maken en zo de middelen kunnen mobiliseren om die reis te maken. En als je met heel veel Afrikaanse jongeren praat van waarom doe je dat, dan is niet het antwoord omdat ik thuis van honger sterf, dan is het antwoord omdat ik thuis geen kans krijg. Ik ben naar school geweest, ik heb een diploma, maar ik ben niet van de goede clan, ik heb geen kruiwagen, ik kom nergens aan de bak. Dus ik kom met mijn talent naar jullie toe, want ik zie op YouTube, want ik heb wel een mobieltje, ik zie op YouTube dat in Europa wel kan. En dus moeten we die kansen, moeten wij ook ons verantwoordelijk voelen voor het brengen van die kansen naar Afrika. Het is van twee dingen één. Of wij helpen Afrika die kansen aan de eigen jonge bevolking te bieden, of die jonge bevolking komt die kansen hier halen. En ik zeg u eerlijk, dat kunnen wij niet dragen als die... Ik heb u die verhoudingen gegeven qua bevolkingsomvang. Dat kunnen we. Dus we hebben nu een window of opportunity van ik denk 10 tot 15 jaar. Om met onze middelen in Afrika en in Azië mede een ontwikkeling tot stand te brengen. Die tot een grotere economische groei en een eerlijke welvaartsverdeling leiden. Ik denk dat we ook het Erasmus-programma, een van de belangrijkste succesvolle programma's voor jongeren in Europa. Dat zo'n programma moeten we ook voor Afrika maken. Laat die talentvolle Afrikaanse studenten, vroeger deden we het op kleine schaal, maar nu op veel grotere schaal, in Europa een vak leren, een studie komen doen en dan weer terug naar een eigen land kunnen gaan om dat daartoe te kunnen passen. Maar laten we ook met die overheden een dialoog aangaan over hoe je corruptie bestrijdt, over hoe je eerlijkere kansen schept in de samenleving. En laten we grote investeringen plaatsvinden in die energieomschakeling waar Afrika grote kansen heeft. Kijk, Azië is weer heel divers en de verschillende subcontinenten in diverse ontwikkeling. Maar ik denk vanuit een Europees perspectief zou ik mij willen concentreren op Afrika.
Want niemand anders doet het. Andere continenten doen het. De Amerikanen hebben er maar beperkt belangstelling voor. Ja, de Russen willen er graag een paar basis bouwen. De Chinezen beginnen, of de Afrikanen beginnen er een beetje van terug te komen dat ze zich te veel van de Chinezen afhankelijk hebben gemaakt. Dus er ligt ook voor Europa een enorme kans om niet, om niet een soort postkoloniale verhouding met Afrika op te bouwen, maar een echt partnerschap op te bouwen. En dat wat ons in Oost-Europa is gelukt, kan ons ook op een grotere schaal voor wat langere termijn in Afrika lukken. Niet door middel van het lidmaatschap van de Europese Unie, maar wel datgene waar Europa goed in is geweest, namelijk economische herstructurering tot stand te brengen. En het is voor mij echt een kwestie van dat doen of afwachten totdat de jonge Afrikanen met talent massaal hier naartoe komen. En dat zou, denk ik, een te ontwrichtende werking hebben op de samenleving. Dat gezegd zijnde vind ik ook dat we dringend behoefte hebben aan vormen van legale migratie. Zodat je Afrikanen die willen komen werken en waar ook banen voor zijn, niet tot een asielverzoek dwingt, maar gewoon een blue card of een visum kunt geven dat ze hier een aantal jaren kunnen komen werken. Legale migratie moet een onderdeel zijn van de oplossing van het asielprobleem, zodat je mensen die ook op een andere manier zouden kunnen komen, maar nu geen mogelijkheid hebben, dat je die mensen niet dwingt om ook via de asielroute te komen en daarmee hun leven te wagen en uiteindelijk toch gewoon een afwijzing te krijgen. Andere vraag. Ja, dan wil ik nog wel even in de discussie. Ja, ga door. Ja, zeker. Want, ik denk dat het veel meer open ligt aan de prijzen die wij betalen. Wij betalen gewoon veel te lage prijzen. Wij krijgen die mensen, en als u blue cards gaat geven aan die mensen, dan komen de hoogopgeleide, die u net zegt, die zullen hier naartoe komen. Die willen we wel hebben. Die anderen niet. Ik denk, ik ben daar best wel huiverig voor. En dat zie je ook als je met Erasmus-beurs gaat werken, dat die mensen hier zullen blijven als we niet goed uitkijken. Dus het is echt, we moeten echt ervoor zorgen dat we, volgens mij, en dat weet ik niet, misschien even wat beter kijken, dat we andere prijzen en echt een minimumloon krijgen. Dat de ILO gewoon veel meer macht krijgt in deze. En ik denk dat daar pas iets ligt, want anders krijgen we, met die blue card, voel ik me maar krimpen, laat ik het zo zeggen. Ja? Nou weet je, als je kijkt naar, laat ik een land noemen wat ik redelijk goed ken, Italië. Als je kijkt in Italië, neem de horeca. Je wordt bediend door een ober die vaak nog Italiaans is. Maar als je in de keuken gaat kijken, heel vaak Afrikaanse koks, Bangladeshi koks. Een heel groot deel van de Italiaanse economie draait op mensen die werk doen, die Italianen vaak niet meer willen doen of gewoon niet interessant meer vinden. Hebben die mensen allemaal een blue card? Nee, die zijn bijna allemaal illegaal. Verdienen die mensen dan geen ziektegeld als ze ziek worden? Verdienen die dan niet een invaliditeitspensioen als het een ongeluk is? Ik vind van wel. Maar zolang ze illegaal zijn, krijgen ze alleen maar het geld waar ze voor werken. En alle risico's zijn voor hen. Dat vind ik onmenselijk. En in die context een blue card invoeren lijkt me niet onverstandig. En er zit dus een enorme tweeslachtigheid in de houding van sommige Italiaanse politici. Ze stoken, zoals Salvini, ze stoken de discriminatie en de haat tegen vreemdelingen op. Terwijl ze donders goed weten dat een deel van de Italiaanse economie puur draait op deze vreemdelingen. Dus dat is de hypocrisie die er in het systeem zit. En ik zou het ontzettend belangrijk vinden dat we op Europese schaal proberen dat soort werk wat gedaan zal moeten worden door mensen van buiten Europa, omdat we gewoon de mensen er zelf niet meer voor hebben, dat we dat niet laten gebeuren op basis van illegaliteit. Dat is zo verdomd unfair tegenover die mensen zelf, maar ook unfair tegenover andere werknemers in Europa die wel een net fatsoenlijk wettelijk salaris krijgen en die uit de markt worden geconcurreerd door die illegaliteit. Dus we hebben allerlei redenen om dat heel hard aan te pakken. Humanitaire redenen, maar ook redenen van het in stand houden van onze sociale zekerheidssysteem. Want iemand met een blue card, die krijgt minimumloon op zijn minst, maar die doet ook sociale afdrachten, dus die betaalt ook meer aan het sociale stelsel, waar die dan ook een beroep op kan doen als hij het nodig heeft. En dat zullen we nodig hebben, want er zijn tientallen miljoenen mensen die op dit moment een semi die gewoon voor de volgens het systeem niet bestaan, maar wel een belangrijke bijdrage leveren aan de Europese economie. Daar moeten we wat aan doen. En natuurlijk zijn er hoogopgeleide die blijven, maar je ziet wel steeds meer een circulaire gang van zaken. Ze blijven een aantal jaren en gaan dan misschien naar een ander deel van de wereld, gaan dan misschien ook weer terug naar huis. Soms gaan ze niet naar huis, maar er komen weer mensen van elders
Dat land. Soms levert dat grote problemen op. We hebben de medische sector grote problemen gehad. Er zijn concrete voorbeelden van Zuid-Afrikaanse artsen die naar Engeland gingen. En dan werden er artsen uit Zambia naar Zuid-Afrika gehaald. En dan zat Zambia zonder artsen. Dus moesten de Britse artsen voor 3 keer hetzelfde geld naar Zambia worden gestuurd. Dus ik ben me heel erg bewust van de risico's die er aankleden. Maar deze wereld is een wereld waarbij mensen zich veel meer over continenten heen zullen bewegen. Ook met de keuzes die ze maken. En dat met name de hoogopgeleide mensen. Ik had een Franse ondernemer op kantoor vandaag die tegen mij zei van een heel groot bedrijf. 45% van de jonge ingenieurs die in mijn bedrijf solliciteren willen geen vast contract. Terwijl hij zegt de grootste angst van de niet gestudeerde werknemers die ik heb is dat ze hun vaste baan verliezen. Dat is het schisma wat dwars door onze samenleving loopt. Een deel van de samenleving dat zo zelfverzekerd is dat ze geen zekerheid vraagt. Zelfs niet ziekenkosten, zelfs niet pensioen. En een ander deel van de samenleving dat zo onzeker is dat ze bang is ieder beetje zekerheid te verliezen. En als we tussen die twee groepen geen solidariteit tot stand weten te brengen, zal onze samenleving steeds verder versplinteren. Dat was het begin van mijn betoog. En dat is mijn grootste zorg vandaag voor ons land en voor Europa. U had het net over hypocrisie. De New York Times staat deze dagen vol met een ander soort hypocrisie, namelijk die van meneer Orbán en andere leiders in Oost-Europa, die aan de ene kant tegen u en de rest van de commissie aanschoppen en aan de andere kant miljarden binnenhalen uit het landbouwbeleid. Gaat u daar wat aan doen? Het korte antwoord op uw vraag is, ik heb daar in de afgelopen 5 jaar al zoveel aan gedaan dat ik nu geen president van de Europese Commissie ben. En ik ga daarmee door. Ik laat mij niet intimideren. Ik wil u als Nederlandse belastingbetaler recht in de ogen aan kunnen kijken en kunnen zeggen dat ik er alles aan doe om ervoor te zorgen dat dat geld dat u betaalt goed besteed wordt en niet in de zakken verdwijnt van corrupte dictators. Het is waar dat het nog te veel gebeurt. Het is ook waar dat het systeem waarbij we zeggen er is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen lidstaten en de Europese Unie bij de besteding van die gelden, dat dat een deel van het probleem is. Want de Hongaren maken dat zelf uit. Daarom moeten we dat veranderen. Daarom heb ik ook steun van de Nederlandse regering, waarbij we zeggen, als je je niet houdt aan de regels van de rechtsstaat, word je gekort op de betalingen die je krijgt. Dat moeten we nu afspreken. Dat is ontzettend dringend. En ik zal u zeggen dat ik heb mijn strijd voor de rechtsstaat in Polen en Hongarije, voor de vrije media, voor het maatschappelijk middenveld, is natuurlijk de oorzaak van het feit dat er een enorme mobilisering tegen mij heeft plaatsgevonden bij de leiders van die landen. Maar ik vind dat het grootste compliment dat ik kan krijgen. Het ergste wat we had kunnen overkomen is als meneer Orbán had gezegd, ik steun die Timmermans. Dus ik ben helemaal niet verdrietig over het feit dat ik zijn steun en die van meneer Kaczynski niet heb. Maar ik wil wel dat ze één ding weten. Ik ga niet weg. Ik ga ermee door. En we gaan ervoor zorgen dat de rechters overal onafhankelijk blijven. We gaan ervoor zorgen dat de pers mag schrijven wat de pers wil. En we gaan ervoor zorgen dat ook maatschappelijke organisaties gewoon hun rol kunnen spelen. En ik weet zeker dat, het kan kort duren, het kan lang duren, deze strijd zullen we winnen. Man en man, woord en woord. We willen u echt op tijd terug laten gaan naar Brussel. Heel hartelijk bedankt voor de bijdrage die u geleverd heeft aan ons jaar van de ontmoeting. We zijn een kleine gemeente met 17.000 inwoners, maar niettemin hebben we hier 40 of 42 verschillende nationaliteiten in onze eigen gemeente vertegenwoordigd. Dat gaat om meer dan 1000 mensen die niet in Nederland geboren zijn. En dat, daarvoor hebben wij altijd gezegd, dat is voor de nieuwkomer ongelooflijk ingewikkeld, want die moet zich hier integreren. Maar dat vergt ook heel veel van de mensen die als gastheer en gastvrouw optreden. Wij als ontvangende gemeenschap moeten dat ook mogelijk maken.
Daar was ons jaar van de ontmoeting voor. Daar hebben we ook in november nog een aantal activiteiten voor. En u heeft daar vanuit een wat breder perspectief, maar niettemin, alles draait toch om zeg maar, de dialoog, maar ook in internationaal verband en om globalisering. U heeft daar vandaag een geweldige bijdrage aan geleverd en daar willen we u heel hartelijk voor bedanken. Dank u. Ik vond het echt een voorrecht dat jullie met zoveel zijn gekomen vanavond. Dank jullie daarvoor. Ik ga weer vrolijker en optimistischer terug naar Brussel. Brussel heeft wel de neiging om dat binnen een paar uur weer uit te slaan, maar niet na vanavond. En ik moet jullie zeggen, zolang de mensen zoals jullie zijn, komt het goed. Ja.